punt is dat we nu al 2 jaar lang een punt hebben. Wat aan de kant van Den Haag maar niet opgelost wil worden. Ja, en af en toe moet je een keer aanhalen met de vuist op tafel slaan. Goedenavond. Het grote boerenprotest dat voor volgende week is aangekondigd wordt niet in Den Haag, maar in Gelderland gehouden. In Stroe, om precies te zijn. De organisatie denkt dat er tussen de 20.000 en 30.000 boeren op de bijeenkomst af zullen komen. En dat betekent voor het dorp een record aantal bezoekers. De inwoners van Stroe zien het protest wel zitten. Voor de goede zaak, ja. Ja, nou, de mensen moeten ook leven. Dat het hier plaatsvindt, vind ik op zich best een goede plek. Want we zitten hier midden in Stroe eigenlijk, het boerengebied. Ze moeten toch de stem laten horen, vind ik. Ja, als ze maar rustig blijven, hè. Geen geweld, dat is niet nodig. Wij noemen het zelf een actie, een positieve actie met een keiharde boodschap. Kijk, de reden daarvan is onder andere vooral het stikstofverhaal. Vooral in de Gelderse Vallei moet de stikstofuitstoot namelijk drastisch naar beneden. Op sommige plekken tot wel 70%. Boeren moeten daaraan een grote bijdrage leveren, maar zien dat niet zitten. Op het gemeentehuis van Barneveld is vandaag druk overleg gevoerd over de protestactie van aanstaande woensdag. De gemeente Barneveld neemt maandag een besluit of het protest door kan gaan. De gemeente wil dat de organisatie eerst nog een aantal voorwaarden beter bekijkt. Zoals het aantal tractoren dat mag komen, de veiligheid in zijn algemeenheid en toegangswegen voor de hulpdiensten. Ja, nee, dat zijn ook gewoon standaardformaliteiten en daar moet je aan voldoen, weet je wel. Dat is zelf al, als je een dik feest geeft, dan heb je er ook aan te voldoen. De boeren willen er in ieder geval een mooie actie van maken. Stroe gaat niemand meer vergeten na de tijd. We hebben natuurlijk onderhand hebben we ervaring genoeg met acties, helaas. En het punt is dat we nu al 2 jaar lang een punt hebben. Wat aan de kant van Den Haag maar niet opgelost wil worden. Ja, en af en toe moet je een keer aanhalen met de vuist op tafel slaan. Ja, dat moet dus gebeuren door een massaal protest. En daar gaan automobilisten last van krijgen. Verwacht wordt dat het heel druk wordt op de provinciale wegen naar en rondom Stroe. Maar het boerenprotest heeft ongetwijfeld ook gevolgen voor het verkeer op deze Gelderse snelwegen. En als boeren niet in één dag op en neer willen, dan kunnen ze terecht op camping De Solse Berg in Garderen. Daar mogen ze 2 nachten gratis komen staan van de beheerder. Nu is het hier nog rustig, maar dat zal volgende week waarschijnlijk anders zijn. Dat zei ik net tegen mijn vrouw toevallig. Ik zei, nou wordt het toch nog gezellig. Er gaan heel veel boeren naar de Veluwe komen. En zulke boeren, zeg maar, die zo goed voor het landschap zorgen, die willen wij ook graag wat aanbieden. Voor zoveel we plek hebben natuurlijk. Maar als het enthousiasme groot is, zeg maar, dan hebben we nog wel een veldje wat we opentrekken. Deze campingbezoeker zou het dus niet erg vinden als hij volgende week tussen de trekkers staat. Dat maakt helemaal niks uit. Wij weten waar het voor is. Ik vind het voor heel goed wat die jongens gaan doen. En ik denk dat ze hier heel tevreden zullen zijn en ook zullen weggaan.